Welkom bij Tycho's Wiskunde. We gaan het in dit filmpje hebben over rekenregels voor machten. En ik heb ze hier aan de rechterkant eventjes opgeschreven. Zijn ze misschien nog niet allemaal. Maar het doel van dit filmpje is om jullie te laten zien waarom die rekenregels zijn zoals ze zijn. En om dat toe te lichten aan de hand van voorbeelden. En we beginnen eigenlijk met de macht zoals we die allemaal kennen. We hebben een of ander getal A. En we hebben een positief geheel getal N. En in dat geval is het heel duidelijk wat machtsverhef betekent. Dat is namelijk gewoon n keer dat getal a met zichzelf vermenigvuldigen, zoals je hier uitgebeeld ziet. Maar ja, dan weet je natuurlijk nog niet wat een negatieve macht bijvoorbeeld betekent. Of wat een gebroken macht betekent, zoals we hier zien. En we gaan enkele rekenregels afleiden voor die positieve gehele machten eerst. En daarna gaan we zien waarom het logisch is om dat op die manier te definiëren. Laten we eerst eens een voorbeeldje bekijken van een macht. Dus een heel simpel voorbeeld, 7 tot de macht 3. Dan heb je dus A is 7 en die N die is dan 3. Dat is 3 keer 7 met zichzelf vermenigvuldigd. 7 keer 7 keer 7. En dan krijg je 343. Het is natuurlijk zo bij machten, dat als je hier positieve getallen hebt staan, dat dat heel snel grote uitkomsten kan opleveren. Maar je kan ook een breuk nemen voor A, bijvoorbeeld 1 derde. 1 derde tot de macht 4, wat betekent dat dan? Dat is 1 derde 4 keer met zichzelf vermenigvuldigen. Dus dan staat er 1 derde keer 1 derde keer 1 derde keer 1 derde. En we weten dat je als je breuken vermenigvuldigt, dat je alle tellers met elkaar kan vermenigvuldigen. En ook alle noemers. Dus aan de bovenkant krijg je 1. En aan de onderkant krijg je 3 keer 3 keer 3 keer 3. Oftewel 3 tot de macht 4. En dat is 81. Je krijgt 3 keer 3 is 9, en dan krijg je 27, en dan krijg je 81. Dus die A die mag in principe van alles zijn. Breuken, decimale getallen, zelfs negatieve getallen, zoals we hebben gezien. Maar het gaat echt om rekenregels voor wat je met die machten kan doen. Dus laten we eens kijken naar die eerste rekenregel. Dat is eigenlijk een van de belangrijkste. Als je twee machten van hetzelfde grondtal met elkaar vermenigvuldigt, dan is het namelijk belangrijk dat die grondtal hetzelfde is. Het grondtal. Dan kun je opeens die exponenten, die kun je bij elkaar optellen. Dan krijg je hetzelfde. En dat is eigenlijk heel logisch. Als je bijvoorbeeld 7 tot de macht 3 vermenigvuldigt met 7 tot de macht 4. Ja, wat krijg je dan? Dan krijg je eerst 3 zevens keer elkaar. En dit is eigenlijk 7 tot de macht 3. En dan krijg je een vermenigvuldiging. Ik zet hem even wat groter, maar eigenlijk is het gewoon hetzelfde vermenigvuldigingsteken. Keer die 4 zevens keer elkaar. 7 keer 7 keer 7 keer 7. Nou, en dit is inderdaad 7 tot de macht 4. Maar ja, al die keertekens die doen gewoon hetzelfde. Dus hoeveel zevens hebben we hier nou eigenlijk staan? Nou, 3 zevens plus 4 zevens. Dus je krijgt inderdaad hetzelfde als wanneer je gewoon 7 tot de macht 7 in één keer uitrekent. En dat werkt altijd zo. Als die P en Q mooie getallen zijn, dat je daar de som krijgt. Omdat je ze eigenlijk gewoon aan elkaar plakt en dan één grote vermenigvuldiging krijgt. Dus dat is die rekenregel. En daar komt die tweede eigenlijk ook vandaan. Maar dat ziet er dan net eventjes anders uit. Dus laten we eens kijken wat daar staat. En dan met algemene letters. Dat kunnen we ook gewoon doen. Want a tot de p'de gedeeld door a tot de q'de. Waarbij die p en die q die kunnen dus best wel verschillend zijn. Hoe ziet dat er dan uit? Nou, a tot de macht p dat wordt zo'n hele serie van a's met elkaar vermenigvuldigd. Nou, en hoeveel zijn het er dan? Het zijn er precies p. En dat delen we dan door zo'nzelfde serie van a's. A mal a mal a mal a. En dan zijn het er q. En nu is het natuurlijk belangrijk om te weten, van ja, als q bijvoorbeeld kleiner is dan p, dan kun je ze eigenlijk allemaal wegstrepen. Dan kun je die wegstrepen tegen die, en die wegstrepen tegen die, en die wegstrepen tegen die. En op een gegeven moment, als q kleiner is dan p, dan zijn ze hier allemaal op. En dan zijn ze hier misschien nog niet allemaal op. Dus dan heb je er hier nog een aantal over. En dat is dan een macht van A, maar die is veel kleiner dan P natuurlijk. Die is precies Q kleiner. Dus dan krijg je hetzelfde als A tot de macht P min Q. Omdat je eigenlijk Q A'tjes hebt weggestreept. Maar ja, je kan je natuurlijk voorstellen, als die Q juist groter is dan die P, dan zijn ze op een gegeven moment niet allemaal weggestreept, maar dan zijn ze van boven allemaal op. Dus hoe ziet dat er dan uit? Bijvoorbeeld met een voorbeeldje. Als je a keer a hebt en je deelt dat door a keer a keer a keer a.
Nou, of misschien nog eentje erbij, maar dat moet niet. En je stelt dan eigenlijk a tot de derde, gedeeld door a tot de vijfde. Dus dan zou je graag willen zeggen, als die rekenregel moet blijven gelden, dat dit gelijk is aan a tot de macht 3 min 5, oftewel min 2. Maar ja, we hebben eigenlijk nog helemaal niet afgesproken wat zo'n negatieve macht is. Maar als je hier naar kijkt, dan krijg je wel een idee van wat het zou moeten betekenen. Want je kan er 3 wegstrepen. En dan streep je er hier ook 3 weg. En dan staat er eigenlijk nog 1 gedeeld door a in het kwadraat. Wegstrepen is eigenlijk delen door a. Dus je deelt dit door a, je deelt het nog een keer door a, je deelt het nog een keer door a. En dan hou je inderdaad 1 over. Dus a tot nog min 2 aan dat tekentje min. Kun je zien dat je eigenlijk deelt door de positieve macht van a. En dan hebben we gelijk deze rekenregel gezien. Maar we hebben ook gelijk deze rekenregel gezien. Dus als we een negatieve macht zien, dan is dat hetzelfde als de reciproke, 1 gedeeld door, van de positieve macht. Dus dat is allemaal hetzelfde. En als bijzonder geval kun je hier ook uit aanzien dat a tot de macht 0, 1 is. Want als je bijvoorbeeld zegt... 7 keer 7 keer 7, dat is dan a tot de derde, 7 tot de derde. En je deelt het precies door dezelfde macht van 7. 7 keer 7 keer 7. Nou, dan heb je eigenlijk 7 tot de derde gedeeld door 7 tot de derde. En enerzijds wil je natuurlijk zeggen dat dit gewoon 1 is, want je deelt een getal door zichzelf. Dus je weet al dat er 1 uitkomt. En als je die rekenregel gebruikt, dus die p en die q van elkaar afhaalt, dan krijg je a tot de macht 0, 7 tot de macht 0. En dat heeft helemaal niks te maken met die 7 eigenlijk. Dit werkt voor elk getal dat je daarin zou kunnen vullen. Dus een getal tot de macht 0, dat is een positieve macht van dat getal, gedeeld door diezelfde positieve macht van dat getal. En dan krijg je dus altijd 1. Het enige geval waarbij dat niet kan, is als dat getal, dus die 7 in ons geval, als dat 0 geweest zou zijn. Want 0 tot de vijfde gedeeld door 0 tot de vijfde, dan zou je inderdaad 0 tot de macht 0 krijgen. Maar ja, aan de andere kant weet je gewoon dat 0 tot de macht 5 zelf ook 0 is. Dus er staat er eigenlijk 0 gedeeld door 0. En dit is ongedefinieerd. Dus een 0 tot de macht 0 is de enige 0-macht eigenlijk die niet gedefinieerd is. Goed, dus dan hebben we eigenlijk heel dit bovenste stukje gehad. En dan is het ook logisch geworden. Gaan we verder naar die volgende regel. Dat gaat namelijk over het vermenigvuldigen van exponenten. Dus hoe ziet dat er dan precies uit en hoe kun je het begrijpen aan de hand van een heleboel series van a met elkaar vermenigvuldigen? Want dat is uiteindelijk weer wat er staat natuurlijk. Dus wat betekent a tot de macht p tot de macht q? Dat betekent dat je, whatever dit getal is, q keer zichzelf doet. Q keer met zichzelf vermenigvuldigt. Dus die a tot de macht p zelf, die vermenigvuldig je dan q keer met zichzelf. Zo, a tot de macht p. En dan is dit nu q lang. Ik schrijf het er even niet bij, want we gaan ook naar onder. Want die a tot de macht p'tjes zelf, telkens, ja, dat zijn ook machten. Dus als we nou eens verder schrijven, en we schrijven heel die a tot de macht p hier, dus dan kunnen we al die p'tjes weghalen. En dan worden dit eigenlijk pa's met zichzelf zo naar onder vermenigvuldigd. Zo, dus dan hebben we er hier p telkens. En die hebben we hier ook. En die hebben we hier ook. En die hebben we daar uiteindelijk ook. Dus je krijgt uiteindelijk een heel rechthoek. Een hele rechthoek van a's die met zichzelf vermenigvuldigd worden. Dus hoe vaak wordt er nou een a keer zichzelf gedaan? En dus hier staat overal keer a telkens. Totdat je uiteindelijk hier uitkomt. Hoeveel a's zijn er? Nou, we hebben een rechthoek van p hoog en q breed. Dus daar staan p keer q a's. En dit is dus gelijk aan a tot de macht p keer q. Want zo vaak doe je a keer zichzelf. Dus dit is hetzelfde als dit. En dat is natuurlijk ook hetzelfde als a tot de macht q. En dan tot de macht p. Dat maakt helemaal niet uit. Want dan zou de rechthoek alleen maar omdraaien qua lengte en breedte. Dus als je een macht van een macht neemt, dan kun je de exponenten met elkaar vermenigvuldigen. Misschien een heel klein voorbeeldje, en ik doe het expres klein, anders worden het veel te grote getallen die eruit komen, tenminste als je met positieve getallen werkt. Bijvoorbeeld 6 tot de macht 2,
tot de macht 3. Nou, dat kun je dus aan de ene kant uitrekenen. Als 6 in het kwadraat eerst uitrekenen, en dan staat er dus eigenlijk 36 tot de macht 3. Kan. Dat is gelijk al een heel groot getal. Of je kan zeggen, ik gebruik een rekenregel en dan kun je gelijk zien dat dit 6 tot de macht 2 keer 3 wordt. Oftewel 6 tot de macht 6. En die dingen zijn ook weer aan elkaar gelijk. Het antwoord verschijnt hier in beeld, maar het is in ieder geval duidelijk dat dat aan elkaar gelijk is. Dus dat is de vermenigvuldigingsregel als je machten van machten neemt. En hier heb ik ook nog opgeschreven, het is niet gelijk aan a tot de macht p tot de macht q. En ja, a tot de macht p tot de macht q, zo spreek je dit ook uit. Maar hier zouden de haakjes dan hier staan. Dus dat je eerst die hele exponent uitrekent en dan een macht. En als weer een heel klein voorbeeldje, kun je bijvoorbeeld 3 tot de macht 3 tot de macht 3 bekijken. Als je het zo uitrekent, dan weten we hoe het moet. Want dan kun je die 3 met deze 3 vermenigvuldigen. En dan krijg je dus 3 tot de macht 9. Dat is een redelijk groot getal, maar nog niet super groot. Aan de andere kant, als je 3 tot de macht, en dan tussen haakjes 3 tot de macht 3 uit zou rekenen, dus die haakjes verzet naar boven, dan krijg je opeens 3 tot de macht 27. Nou, en je ziet natuurlijk al dat dat veel en veel groter is. Dit is ongeveer 7,6 biljoen. Dus dat is vele orders van grootte verder. En wat we in de wiskunde bedoelen met 3 tot de macht 3 tot de macht 3. Als we geen haakjes zetten, dan bedoelen we eigenlijk die. Omdat we voor deze toch al een rekenregel hebben. Maar die is dus absoluut niet hetzelfde. En die rode hier, die zal je vaak ook niet tegenkomen in je boek of iets dergelijks. Maar dat is wel wat het betekent. Als je daar meer over wil weten, over die van die machttorens, je kan ze nog veel langer maken, dan moet je maar even kijken naar het filmpje, naar de playlist over supermachten, die aan het eind van dit filmpje ook gesuggereerd wordt. Ten slotte hebben we nog gebroken machten. En daar wordt het helemaal een beetje gek. Dus een a tot de macht 1 gedeeld door q. En dat komt eigenlijk ook weer van deze rekenregel af. Stel, je wil bijvoorbeeld afspreken wat 2 tot de macht 1 vijfde is. Nou, aan die andere rekenregels hebben we nog niks. Maar wat je wel weet, is als je deze rekenregel intact wil houden voor die gebroken machten, dan zou het zo moeten zijn dat als je dit tot de macht 5 doet, dat je dan 2 tot de macht een vijfde keer 5 krijgt. Oftewel, een vijfde keer 5. Oftewel, 2 tot de macht 1. En dat is natuurlijk gewoon 2. Dus we weten nog niet wat dit betekent. Maar als we er een zinnige afspraak over willen maken, zodanig dat deze rekenregel ook blijft gelden, dan moet het dus een getal zijn, zodanig dat als je tot de macht 5 doet, dat er dan 2 uitkomt. En daar hebben we eigenlijk al een afspraak over, hoe we dat getal noteren. Als je de vergelijking x tot de macht 5 is 2 bekijkt, dan weet je al hoe je die x uitrekent. Dan neem je namelijk gewoon de vijfde machtswortel van 2. En dat is ook precies wat we afspreken over wat 2 tot de macht 1 vijfde betekent. Dus vanaf nu kunnen we machtswortels ook opschrijven als gebroken macht. Ja, en dat kun je dan uitbreiden tot een macht p gedeeld door q. Want dat is weer gewoon een vermenigvuldiging. Als je bijvoorbeeld 2 tot de macht 3 vijfde wil uitrekenen, nou dan kun je weer zeggen, dat is 2 tot de macht 1 vijfde en dat dan tot de derde. Dat is eigenlijk een vermenigvuldiging op die manier. Dus het is de vijfde machtswortel van 2 en die dan tot de derde. Dat had ik anders op kunnen schrijven. Ik zou namelijk ook op kunnen schrijven als 2 tot de macht 3 en daar dan tot de macht 1 vijfde. 3 keer 1 vijfde is hetzelfde als 1 vijfde keer 3 natuurlijk. Dus op deze manier zou je dan krijgen de vijfde machtswortel van 2 tot de derde. Dus dan zit die derde macht opeens bij die 2 in plaats van buiten heel die wortel. En dat is dus gewoon hetzelfde. Dus je kan deze op twee manieren schrijven. De q de machtswortel van a tot de p. En de p de machtswortel, of de p de macht van de q de machtswortel van a. Het zijn hetzelfde en ja, het hangt een beetje van de situatie af welke het meest bruikbaar is. En natuurlijk kun je dit ook weer combineren met negatieve machten. Dus als je bijvoorbeeld zoiets ziet staan als 3 tot de macht min
7 achtste. Ja, dat betekent echt weer iets met machtswortels en dergelijke. Dus wat betekent dit precies? Nou, in de eerste instantie zien we hier een minteken en die kun je weer wegwerken door deze rekenregel te gebruiken. Dus het is 1 gedeeld door de bijbehorende positieve macht. 3 tot de macht 7 achtste. En dan gebruik je hier weer zo'n machtswortel voor, om het anders op te schrijven. Dus dan krijg je 1 gedeeld door de achtste machtswortel van 3 tot de macht 7. Of, natuurlijk, zoals we net gezien hebben, 1 gedeeld door, even goed kijken, de achtste machtswortel van 3. En dat dan tot de macht 7. Die zijn namelijk hetzelfde. Dus soms kan een vraag zijn van ja, schrijf zo'n gebroken macht nou eens gewoon als een breuk met eventuele machtswortels erin. En dan moet je dat op die manier kunnen omschrijven. Nou, tot slot nog eventjes de laatste rekenregel. Die heeft eigenlijk niet zo heel veel te maken met al die andere rekenregels hier. Maar die zegt dat als je een product van 2 getallen hebt, mag ook een breuk zijn, een vermenigvuldiging of een deling. En je doet heel die vermenigvuldiging of heel die deling tot een bepaalde macht. Dan kun je die beide getallen afzonderlijk ook tot die macht nemen. Dan krijg je altijd hetzelfde antwoord. Dus bijvoorbeeld, als er staat 6 keer 3 tot de macht 4. Nou, dan kun je dus eerst uitrekenen wat 6 keer 3 is. En dat dan tot de macht 4 doen. Dus 18 tot de macht 4. Vrij groot getal weer natuurlijk. Maar je kan ook zeggen dat het gelijk is aan 6 tot de macht 4 keer 3 tot de macht 4. Je kan ze afzonderlijk macht verheffen. En dan krijg je inderdaad hetzelfde antwoord. Controleer het zelf maar weer eventjes. En dit laatste is vooral handig als één van die dingen een variabele is. Dus als jij ergens bijvoorbeeld een 2x kwadraat ziet en je wil dat tot de macht 3 doen en je wilt dan weer echt zonder haakjes schrijven, dan kun je dus gelijk zeggen, oh, dat is 2 tot de macht 3 keer x kwadraat tot de macht 3. En die x kwadraat die moet je apart tot de macht 3 doen. En dan ga je bijvoorbeeld vereenvoudigen, want 2 tot de macht 3, dat weten we nog wel, dus 2 keer 2 keer 2 is 8. En x kwadraat tot de macht 3, nou dan hebben we die rekenregel weer. Dus dat wordt een x tot de macht 6. Dus 8x tot de macht 6, dat is dan de vereenvoudigde vorm van heel dit ding. En op dezelfde manier werkt het met breuken. Dus als je een a tot de macht, een a gedeeld door b tot de macht k hebt, tot de macht p, maakt niet zoveel uit hoe je die letter noemt, dan is dat hetzelfde als een a tot de macht k gedeeld door b tot de macht k. Dat mag gewoon. Wat niet mag, is datzelfde trucje uithalen met een plus erin. Dus ik zal het even in het rood erbij schrijven. Dus een a plus b tot de macht k is niet gelijk aan a tot de macht k plus b tot de macht k. En dat is een veelgemaakte fout. Zeker met kwadrateren bijvoorbeeld, weten we al dat als die k een 2 is, dat je hier zo'n merkwaardig product krijgt en dat je zo'n dubbel product erbij krijgt. Je krijgt een a kwadraat plus 2ab plus b kwadraat. En die 2ab, die zou je daar dan niet vinden. En dat wordt nog veel erger als die k de macht hoger is. Dan krijg je nog allemaal kruistermen. Dus dit is absoluut niet hetzelfde. Probeer het maar eens uit met een aantal getallen. Nou, ik hoop dat dit filmpje een klein beetje duidelijkheid heeft gegeven over al die verschillende machtregels. Het is een heleboel om te onthouden, zou je kunnen zeggen. Maar als je een beetje de ideeën erachter snapt, dan is het niet meer zozeer puur onthouden. Als je dingen snapt bij wiskunde, dan gaan ze automatisch veel makkelijker. En als je geïnteresseerd bent in die hele hogere machten, in die machttorens en nog veel ergere operaties, je kan bijvoorbeeld ook zeggen, als je dat leuk vindt, dan kun je een hele hoge machttoren maken. Als je bijvoorbeeld 4 tot macht 4, tot macht 4, tot macht 4, tot macht 4, zo wil uitrekenen, krijg je natuurlijk een ontzettend groot getal dat lang niet meer op je rekenmachine past. Maar de haakjes, die zouden dan inderdaad echt hier staan. Dus je gaat dan zo van boven naar onder. En dan krijg je een ontzettend groot getal. En dit kunnen we ook opschrijven als 4 dubbele pijl omhoog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eigenlijk maken we een machttoren van 7 lang met 4. Nou, en over dit soort bewerkingen kun je ook allerlei rekenregels bewijzen. Maar dat is een heel erg grijs gebied in de wiskunde. Dus vind je het interessant? Kijk even naar de playlist over supermacht. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.